Dag beste mensen, welkom bij deze vierde online bijeenkomst alweer over de vaccinatiecampagne rondom COVID, corona, hoe noemen we het. Goed dat jullie er zijn, want om jullie draait het eigenlijk, want jullie verbinders in de stad zijn heel hard nodig om ervoor te zorgen dat er heel veel gevaccineerd wordt. En er wordt veel gevaccineerd en daar gaan we het straks met iedereen die hier aan tafel zit over hebben. Over hoe is de stand van zaken, wat is jullie ervaring, maar ook hoe nu verder. Hè? Want we gaan de zomer in en je ziet nu alweer de cijfers oplopen. Dus daar gaan we het over hebben, hoe gaan we dat handelen met elkaar. Heel kort, het programma. We zitten hier tot 3 uur samen. Dit wordt opgenomen en later ook nog voor degenen die er nu niet bij kunnen zijn, online gezet. Dus als u nou denkt van ik heb er geen zin in dat ik op een of andere manier in beeld zou moeten of kunnen komen, dan zet u uw camera uit en dan bent u er nog steeds bij. Als u vragen heeft, doe dat dan via de chat. Want er zit iemand, en dat is wel zeker Femke. Femke, jij bent voor ons bezig, en zij is van de gemeente. Zij komt er straks ook bij. Maar zij is nu bezig om uw vragen te inventariseren en straks aan ons door te geven. Dus die worden zeker beantwoord. En er is ook nog iets over. Oh ja, ik zal mezelf nog even voorstellen. Dat vergeet ik altijd. Mijn naam is Astrid Feiter en ik ben ook een verbinder in de stad. Ik ben initiatiefnemer van het Haags Verhaal. Ga ik u verder niet mee vermoeien, maar dan weet u dat in ieder geval. Ik ben niet van de gemeente. En verder wil ik vragen of jullie de poll ingevuld hebben. Want dat was ook nog de bedoeling. En die komen straks op terug. En dan ga ik nu eigenlijk beginnen met een filmpje. Want de burgemeester zou hier aanwezig zijn. Maar helaas, zijn agenda liet het toch niet toe. Maar hij wil er wel bij zijn. Dus graag even het woord aan de burgemeester. Geachte aanwezigen. Een paar maanden geleden mocht ik al eens toespreken. Helaas kan ik er deze keer niet in levende lijve bij zijn. Maar gelukkig is er de techniek. En kan ik u ook langs deze weg nogmaals bedanken. Bedanken voor uw enorme inzet voor de campagne Den Haag tegen corona. Want ook al zijn we er nog niet, toch is er al veel bereikt. Dankzij u. Zo bent u gekomen met het idee dat we de stad in moesten trekken. En daar heeft de GGD naar geluisterd. Inmiddels zijn de mobiele informatie en prikpunten een groot succes. De jongvolwassenen staan in de rij voor een vaccinatie. En wat ook heel waardevol was, dat waren uw suggesties over het benaderen van de groep die u vertegenwoordigt. De bevolking van Den Haag, ons Den Haag, is per slot van rekening heel divers. Ook dacht u mee over bijvoorbeeld de posters. Die moeten voor heel veel mensen, voor een groot publiek, begrijpelijk zijn. Deze en andere voorbeelden laten zien hoe we met elkaar, de GGD, u en de gemeente, de campagne tot een succes maken. Nogmaals, de race is nog niet gelopen. Maar vergeleken met maart, ten tijde van de eerste bijeenkomst, staan we er nu veel beter voor. Niet alleen zijn nu veel meer mensen gevaccineerd en konden veel maatregelen worden opgeheven. Maar uit onderzoek bleek ook dat het merendeel van de geïnterviewde Hagenaars en Hagenezen zich ook in de toekomst met alle versoepelingen wil houden aan de basisregels. Zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand. En bleek uit onderzoek dat de vaccinatiebereidheid in Den Haag groot is. Ook dat hebben we samen met u, samen met elkaar, voor elkaar gekregen. Nogmaals, heel veel dank. En ik wens u een plezierige en nuttige bijeenkomst. Nou, dank u wel, burgemeester, zou ik zeggen. Ja, ik ga jullie aan ons voorstellen. Bellengap, jij bent initiatiefnemer, mag ik het zo zeggen? En, ja. En van de participatiekeuken. En voor die ene Hagenaar in Den Haag die nog niet weet wat de participatiekeuken is, zou je het heel kort aan ons kunnen uitleggen? Zeker. Ja. Nou, vanuit de participatiekeuken gaan wij armoede en eenzaamheid tegen. En we hebben een sociaal stadsrestaurant waar we ook heel Den Haag met elkaar willen verbinden. Dus integratie ook bevorderen. Ja, je bent een grote verbinder in de stad. Dat doe je door mensen voor elkaar te laten koken en met elkaar te laten eten. Dat is eigenlijk eten is echt een middel waarmee we de stad hopen en willen verbinden. En jullie hebben veel mensen gevoed in de tijd
dat mensen eigenlijk in een lockdown thuis zaten en eigenlijk geen kant op konden. En de kwetsbaren hebben jullie toen geholpen. Ja, we hebben 100.000 maaltijden in de eerste 16 weken. En we hebben in de wintermaanden 50.000 soepen uitgedeeld en 40.000 individuele ouderen. Dus echt een behoorlijke groep mensen heel die we bereikt geweldig. Hebben. Ja, heel mooi. Met heel veel vrijwilligers, weet ik. Ontzettend. Mooi. Ben, dank je wel. Fieke Struik, jij bent programmamanager vaccinatie bij de GGD hier in Haaglanden. Wat doet een vaccinatie? Wat doet een programmamanager vaccinatie? Ja, ik ben verantwoordelijk binnen de GGD voor het uitvoering geven aan de landelijke vaccinatiestrategie binnen de regio Haaglanden. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met een heel team. En dat betekent dat we onder andere verantwoordelijk zijn voor het inrichten van locaties, zorgen dat er personeel aanwezig is, dat de processen goed ingeregeld zijn. Dus als ik op de Haagweg kom om me daar te laten vaccineren bij ADO, dan zit jij daarachter met je mensen, ja, zeg maar. Ja, klopt. Okay. Dan hebben wij dat met ons team hebben we dat zo vormgegeven. Ja, en hoe groot is dat team inmiddels? Een kleine 20 man. Kleine 20 man. Dat is toch bijzonder. We hebben een enorm gedreven en betrokken team. Ja, maar hoeveel mensen zijn er nu bij betrokken in Haaglanden? Of kan je dat niet zeggen? Ja, in zijn totaliteit ruim 1500 mensen. 1500 mensen die ons allemaal staan te prikken, te ontvangen en te registreren. Ja. Ja. Ja, heel bijzonder. Een enorme industrie die jullie in korte tijd hebben inderdaad. Moeten... Ja. Zeker. Dat had je nooit bedacht natuurlijk. Zeker dat je sowieso niet. Je begint met nul, alleen. Ja. En dan in hele korte tijd een grote organisatie neerzetten. Ja, mooi. Zoals Ben dat ook eigenlijk waarschijnlijk met zijn participatiekeuken in het begin van corona heeft gedaan. Hè? Ja. Ja. Ja, en op een gegeven moment zet het zichzelf voort. Je organiseert de eerste twee en daarna krijg je een verdubbeling. Nou, geweldig. Dat is mooi. Astrid Verlieshout, jij zit hier ook aan tafel. Jij bent communicatiemedewerker bij de gemeente. En dat doe je dan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Jij bent eigenlijk een van de founding mothers van dit soort bijeenkomsten. Of zeg ik dat heel erg fout? Klinkt toch mooi. Leuk, hè? Die moet je erin houden. Ja, die hou ik erin. Klinkt heel belangrijk. Klinkt heel belangrijk. Maar dat is het misschien ook wel. Want op deze manier hebben we toch heel veel mensen bereikt. Ja, het is in die zin belangrijk, omdat we, denk ik, op een goede manier mensen bij elkaar gebracht hebben. En dat is wat we wilden. Want je weet aan de voorkant dat je dit nooit alleen zou kunnen doen. Nee. Zoals jij zegt ook, Fieke, 1500 man die betrokken zijn. Weliswaar met een heel klein team wat aan de voorkant zit. Nou, zo geldt het natuurlijk ook voor gemeente Den Haag. Ja. Je hebt een aantal mensen nodig die gewoon toch eraan trekken, duwen, hoe je het maar ook noemen wil. Ja. En wat ik hier heel mooi aan vind, is dat je dat inderdaad samen doet met de mensen in de stad. Ja, alleen kan je dit gewoon. Nee, precies. Nee. Dus die hebben jullie op deze manier erbij betrokken. Ja, zeker. Nou, heel erg goed. Maar ik ga hem onthouden. Je gaat hem maar onthouden. Goed zo. Ik ga even naar de poll, want jullie hebben de poll ingevuld. En we zijn niet met zo heel veel mensen, maar toch gaan we het proberen. Ik adviseer anderen een coronaprik te halen. Hebt u ja of nee gezegd? Nou, iedereen heeft gewoon ja gezegd. Aan tafel ook, neem ik aan. We hebben allemaal zijn we twee keer gevaccineerd. Of tenminste, jij één keer, want je hebt corona gehad. Hè? Dus dan hoef je maar één keer. En ik heb Janssen. En Janssen heb jij. Ja, dat is ook al. Dus je bent driedubbel nu gevaccineerd. Nou, fijn. Beste mensen. Hebben jullie ervaring met mensen die dat absoluut niet... waarmee je in discussie moet over... dat je die echt geen zin hebben om zich te laten vaccineren? Ja. Ik in ieder geval wel. Ja. Ik ook. Ja, dagelijks, wekelijks? In het begin was het veel meer. Het wordt nu wel minder. Ja. Maar in het begin was het echt van allemaal van dat doe ik niet, ik wacht het af en ik vertrouw op mijn eigen lichaam. Ja. En naarmate je die discussie voert, naarmate de kracht ook toeneemt om het wel te doen. Maar die discussie blijft. En het wat mij verraste, ik dacht eerst bij vooral groepen die niet zijn hoogopgeleid of de taal niet goed spreken. Ja. Maar ook de hoogopgeleide jonge Nederlandse groep die hier geboren en getogen is. Is die discussie ook nog eens. Ja, en jij dan? Want Fieke, als jij vanuit jouw positie dan in discussie moet met mensen. Mijn vriendenkring, ik heb enkele in mijn vriendenkring die die niet gevaccineerd willen worden. Maar ik respecteer ook wel ieders mening daarin. Ik ga geen mensen overtuigen om het wel te doen. Nee. En meer de mensen die je in de wijken ontmoet, dat zij... Die gesprekken voer ik niet. Dat zijn meer de artsen in mijn team. Ja. Jij moet iets dichter bij mijn microfoon zitten. Dan moet ik er weer iets van af. Dus dat, goed. Ik zit even te kijken. Jullie hebben ook nog een tweede vraag. Ik help anderen een keuze te maken door mijn verhaal te vertellen.
Daar zeggen heel veel mensen ja, maar er zijn er ook een paar die zeggen nee. Kunnen jullie dat voorstellen, dat mensen hun verhaal niet vertellen? Van het, dat ze het niet willen doen of dat ze het juist ja, wel willen doen? Ja, dat kan natuurlijk nu niet vragen. Misschien kan ik dat in de chat, waarom mensen het, waarom ze hun verhaal niet willen vertellen. Ja. Of dat het, je denkt van nou, dat vraag, ik zeg het nu even tegen jullie. Ik weet niet of er iemand is die zijn verhaal daar even via de chat over vrij kan vertellen. Dan kunnen we of een, tenminste een argument geven, dan kunnen we er even op ingaan. Ja. Maar, nee, ik kan wel, ik denk dat ik kan me wel wat bij voorstellen dat mensen die dat wel doen, waarvan de omgeving de druk zet van zegt, nou, wij doen het niet en het is niet goed dat iemand het wel doet, maar zich het, dat niet vertelt in de omgeving, omdat die daardoor, die krijgt een beetje sociale druk. Dus dat, ik kan me heel goed voorstellen, zeker de groepen die ik gesproken heb, dat het daarbij kan komen. En ik hoorde jou net heel mooi zeggen van, ik ben er niet om mensen van te overtuigen dat ze moeten doen. Nee. En dat is ook niet de bedoeling, maar het is wel goed om te weten van dat je er zelf achter staat als je het wel doet. Ja, nou mooi. We hebben ook nog in de, als het goed is Jolanda van Dijk onder ons, maar die is online onder ons. Jolanda, ben je er? Want de poll hebben we nu. Ja, daar ben jij. Jij bent jeugdarts, hè, van het Centrum Jeugd en Gezin. En nou ja, Ben had het er net al over de jongeren. In het begin, een van de eerste sessies, hadden we het er heel erg over dat wij dachten dat de jongeren met name niet gevaccineerd wilden worden. En nu zie je toch dat dat best aan het veranderen is. Hè? Kan jij ons daar iets over vertellen? Wat is jouw ervaring? Ja, dat kijk, het is natuurlijk ook een doorlopend verhaal. Iedere keer verandert het weer, hè, met, met die vaccinaties. Nu kan de jeugd ingeënt worden. Ja, en je ziet toch dat de jeugd daar wel gevoelig voor is. Dus soms zijn ze het niet eens met de ouders. Hè? De ouders die dan zoiets hebben van, nou ja, zullen we het wel, zullen we het niet. Maar dat de jongeren dit toch willen, ja, reden vind ik ook lastig te achterhalen. Maar ik vind het wel een mooie ontwikkeling op zich. Ja. Ja. Want hoe, wat doe jij nu als jeugdarts? Wat is jouw rol nu rondom deze vaccinatiecampagne? Nou ja, wij zijn eigenlijk als jeugdartsen meer betrokken bij de, het Rijksvaccinatieprogramma. Hè, dus tegen de andere inentingen, zou ik maar zeggen. Dus tegen diphterie, polio, de bof, mazel, rode hond. Hè. Maar wat wij natuurlijk wel doen is meehelpen, de GGD meehelpen, zeg maar, om in te enten. Of in elk geval om op de prikkellocaties een rol te pakken. En verder, ja, mensen die vragen hebben bij ons in de spreekkamer, die proberen we zo goed mogelijk te woord te staan en te adviseren. Ja, want er zal wel een vraag zijn waarschijnlijk van wat doen die andere vaccinaties en wat doet deze vaccinatie er dan bovenop? Hè? Wat is dan het, wat is het gevolg daarvan, denk ik? Ja. Ja, en ook inderdaad toch het interval. Hè. Je moet ook weer niet, kijk, als jij op de rol staat voor een reguliere vaccinatie vanuit het Rijksvaccinatieprogramma en je hebt net een corona gehad of je moet er nog eentje krijgen, ja, dat, daar zit ook een interval tussen. Dus daar moet je eventjes, daar kun je dan in adviseren. Ja. Nou, mooi. Ik ga weer terug naar de tafel hier. Want ik ga met jullie in gesprek, Ben en Fieke. En Astrid, jij komt er daarna bij om te vertellen wat er bij de gemeente, wat jullie allemaal gedaan hebben. Ben, we gaan eerst even naar een filmpje van kijken van de participatiekeuken. Is dat goed? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Ja. Vaccineren, omdat ik geloof dat dit een manier is om bij te dragen en het coronavirus tegen te gaan en dit de wereld uit te helpen. En zo doe ik dat. Ja, ik zei over de participatiekeuken, maar het ging natuurlijk over jouw rol als initiatiefnemer van de participatiekeuken in een filmpje voor dat oproept om te vaccineren. Waarom wilde jij meedoen? Ik denk dat het sowieso heel goed is om mee te doen. Ook omdat ik geloof dat dat echt bijdraagt. En het belangrijk is dat iedereen daarin meedoet. Ja. De wetenschap is er niet voor niets. En heel veel wordt geleid door de wetenschap. Dus voor mij is dat een overtuiging dat ik er vertrouwen in heb. En als ik me daarvoor moet opofferen, dan ben ik bereid om dat te doen. Ja. Als dat anderen kan helpen. Ja, en dat heeft anderen geholpen. Hè? Want jij werd regelmatig aangesproken ook. Ja. Als rolmodel was je eigenlijk eruit gepikt. Wat voor gesprekken had je?
Nou, heel veel gesprekken van heb je er last van gehad? Maar ik heb er ook echt totaal geen last van gehad. Geen moment. Maar ook van waarom ik het gedaan heb. Op zich, ik eet gezond, ik beweeg goed, ik drink niet, rook niet. Dus als je het hebt over gezonde levensstijl, nou, volgens mij ben ik redelijk in de gezonde levensstijl. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat doet. Ja. En nou, dat soort gesprekken leiden tot veel meer het vertrouwen hebben in je eigen lichaam, in je eigen kracht. Maar dat kan ook door een vaccinatie te nemen. Dan heb je ook het vertrouwen in dat, dat jouw lichaam daar goed mee kan omgaan. Ja, en dat vertelde jij. En dan weet je dat daardoor mensen over de streep zijn getrokken? Nou, dat, er zijn echt wel, wat personen die ik gesproken heb. En nogmaals, vanuit verschillende culturen. Ja. En verschillende rangen in de samenleving. Ja. Ik weet echt wel een jonge man die absoluut, die gewoon van, dat doe ik niet. Het is bij mij niet nodig. Een week daarna hebben we elkaar nog een keer gesproken en had al een afspraak gemaakt. Ja. Niet dat ik ervan overtuigd heb, maar natuurlijk door dat gesprek. En heeft meerdere gesprekken gehad met anderen. En vond het toch echt heel goed om het te doen. Ja. En ik kwam dat bij jou melden. Zo, en ik heb het toch gedaan. Nou, we hadden de week na een afspraak. Dus vanuit werkoverleg. Nu vertelde hij, nou, ik heb een afspraak staan. Ik ga het toch doen. Ja. En nou, dat is wel goed om te horen. Maar het is ook goed om te weten dat mensen er het vertrouwen in hebben. Dus, en ik ben blij om te zien dat veel meer mensen vertrouwen in hebben. Ja. Het is maar een kleine groep wat twijfelt. Ja. Maar vaak is negatief nieuws grotere nieuws dan het goede nieuws. Ja. En in dit geval, er zijn gewoon echt heel veel mensen die gewoon goed vertrouwen in hebben. Ja, want dat gaan we straks nog horen van jou, hè, Astrid, wat de peilingen zijn. De vaccinatiebereidheid is echt heel groot, hè, 90% geloof ik zelfs. Nou, wat ik ook leuk vond van Ben is, we hebben ook posters gemaakt, niet alleen dat filmpje. En vorige week in de stad overal posters van iemand van de GGD, maar ook van Ben. En daar had jij ook echt gesprekken over, hè? Mensen belden jou van... Belden, stuurden mij berichtjes met foto. Kijk eens wie ik hier zie. Sommige dingen. Ik twijfelde of jij dat bent, natuurlijk met een mondkapje. Maar nee, ik heb echt heel veel berichten gekregen van mensen die dat gezien hebben bij de bushalte, tramhalte. Ja. Laak bij de gouverneur, laaflijk bij de Albertijn schijnt er eens te zijn. Dune Bierkade tegen Leidschendam volgens mij. Zo word je corona, word jij nog een beroemdheid nou sowieso via die participatiekeuken. Nee, ik krijg inderdaad heel veel berichten erover. Ja. Maar dat leidt ook alweer tot gesprekken. Daar zijn ze natuurlijk voor bedoeld, denk ik. Juist dat je het gesprek gaat voeren. Ja. En, nogmaals, die posters die zijn gemaakt door de gemeente, hè? Nou, op basis van de gesprekken die wij hier aan tafel hebben gehad. Ja, ook, eerder hebben we natuurlijk ook gezegd van, goh, kijk mee met deze platen. Ja. Hoe zou je hem willen hebben? Er werd toen bijvoorbeeld gezegd, er moet een QR opkomen. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja. En, mooi. Ja. Mensen, als jullie vragen hebben of opmerkingen, hè? Want ik zie Anna Kowalska bijvoorbeeld bij ons zitten. En ik weet zeker dat zij vanuit de Poolse gemeenschap ook wel ervaring heeft. Dus als ze dat met ons wil delen, dan vinden we het heel graag. En ik geef even aan de techniek aan dat ik nog geen vragen of opmerkingen hier zie. Maar misschien komt dat nog wel. Fieke, ik ga even naar jou, want wat Ben net zei, en dat triggerde mij. Die zei van ja, het heeft helemaal niks te maken met of je nou zwarte of wit bent of iets daartussenin. Of dat je nou hoog of laag opgeleid bent of dat je nou in Benoordenhout of in de Schilderswijk woont. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Iedereen qua vaccinatiebereidheid, klopt dat? Niet wat wij in de vaccinatiegraadcijfers terugzien. Je moet hem even iets dichterbij. Je moet hem misschien even naar je... Iets naar mijn schrijven. Ja, dat is beter. Wij monitoren de vaccinatiegraad op wijkniveau. En dan zie je ook wel dat bepaalde wijken qua vaccinatiegraad achterblijven bij het gemiddelde van de regio Haaglanden. Oké, en welke wijken zijn dat dan bijvoorbeeld? Laak, Schilderswijk, Transvaal, Stationsbuurt, Bouwlust. En kan jij dat verklaren? Wat ik begrepen heb, dat het toch moeilijker is om deze groepen, de mensen die in die wijken wonen, om die goed te kunnen bereiken met de landelijke campagne. Je hebt een landelijke campagne en dat is natuurlijk gericht op de mensen die... Nou, de Nederlandse taal ook goed beheersen, die bepaalde media bekijken. En ik denk voor deze specifieke wijken, waarbij we zien dat de vaccinatiegraad
achterblijft, is goed om, en dat is ook heel fijn om met sleutelfiguren te doen, hoe kunnen we deze buurtbewoners bereiken? Ja. Maar en welke vragen leven daar dan? Ja, en wat zijn dat dan bijvoorbeeld, inderdaad, bijvoorbeeld de mensen uit Oost-Europa die hier komen werken, of zijn het juist... Onder andere, het zijn ook mensen met migratieachtergrond, de bewoners van die wijken die ik net onder andere opnoemde. Ja, en daarvoor hebben jullie ook andere vormen van priklocaties opgezet. Hè? Dus dat je ook naar de mensen toe gaat op hele laagdrempelige locaties. Ja, dus we zijn 2 weken geleden begonnen en wij noemen dat dan fijnmazig vaccineren. Maar het is erop gericht om juist die wijk in te gaan, de drempel zo laag mogelijk te maken. Dus je kunt daar binnenlopen. Er is altijd een arts aanwezig met wie je, als je vragen hebt over vaccinaties, die je kunt bespreken. Ja. En dan kan je ook gelijk gevaccineerd worden. Ja, en dat werkt dus? Dat werkt. Zeker die eerste week liep het heel goed. Hè? Je ziet dat het nu wel wat minder wordt. Maar dat is ook gewoon gaandeweg zoeken van hoe gaan we dat verder communiceren. En hoe kunnen we die bereikbaarheid vergroten? En daar is de dialoog met de sleutelfiguren of belangrijke vertegenwoordiger, zoals Ben, is daar belangrijk in. Ja, oké. Okay. Ja. En wat zie je over de vaccinatiebereidheid? Die is hoog op dit moment. Ja. Maar daar moet nog wel een tandje bij op een of andere manier. Hoe kunnen wij daar met z'n allen een bijdrage aan leveren? Ik denk... Enerzijds, we hebben natuurlijk gewoon de landelijke campagne. Dus ook op die manier kunnen gewoon afspraken gemaakt worden. Mm-hmm. En anderzijds is inderdaad die wijken opzoeken waarvan wij zien dat de vaccinatiegraad achterblijft. Ja. En dat met verschillende vertegenwoordigers. En dat kunnen huizartsen zijn, mensen zoals Ben, andere sleutelfiguren. Moskeeën, buurthuizen. Ja, precies. Want dat gebeurt ook in andere talen, hè? Want meestal kijk even naar de gemeente. De gemeente is er niet zo happig voor om anders dan in het Nederlands te communiceren. Hè? Dat is een soort beleid. Maar in dit geval is dat wel gebeurd. Hè? Is er dus heel veel verschillende soorten talen. Ja, er is een beleidsregel inderdaad dat je in het Nederlands communiceert. Tenzij. Hier is natuurlijk echt een gezondheidsrisico als je mensen over gaat slaan. Dus vanuit de overheid is al bepaald dat er, ik meen dat er 10 of 12 verschillende talen beschikbaar zijn in de algemene folders. En ook wij vanuit Den Haag hebben een aantal uitingen in een andere taal gedaan. Ja. Ja, je kunt het op papier hebben, maar nog niet iedereen kan lezen of schrijven in de andere talen. Nee. Dus ik hoor net de wijken, als je het over deze wijken hebt, is dat... grotendeels van de bewoners in deze wijken bezig zijn met overleven. Ja. En ook al spreekt ze de taal heel goed, is de dagelijkse zorg is namelijk niet veranderd. Want corona is erbij gekomen. Dus daardoor is het natuurlijk een hele andere samenstelling dan het Benoordenhout of de Vogelwijk, waar mensen anders aan het werk zijn. Dus jij denkt echt, want dus wat jij zegt is, mensen zijn bezig om te overleven. Ja. Ik zou zeggen, corona helpt om te overleven. In sommige gevallen zelfs. Hè, het is niks nieuws voor heel veel mensen. Is dat iets wat erbij is? Als je al, je hele leven lang of heel lang in de zorg bent. Ja. Je weet niet hoe je kinderen op school mee kunnen komen. Ja, je weet schuld. Niet hoe je het thuis... knoopjes aan elkaar knoopt of de touwtjes aan elkaar knoopt. Er zien natuurlijk veel meer overlevingsmodules in het geheel. Ja. En dit is weer één van... Hoe bereik je dan die moeilijke mensen? Nou, moeilijke mensen zijn niet, maar die mensen in die moeilijke posities. Nou, er zijn gewoon heel veel mensen die daar niet graag in zitten, maar die zitten er wel in. En dat bereik je door dit soort acties, door echt op buurtniveau te gaan. Ja. En daarom vind ik dat een heel goed initiatief om dan gewoon in een buurthuis of in een kerk, een moskee te gaan zitten. Ja. En zo zijn natuurlijk heel... ik zie Anna op de foto. Nou, als je het hebt over de Poolse gemeenschap en je bent op de Wijmerstraat, dan... hoef je alleen maar Anne in te schakelen. Dan heb je een hele grote groep bereikt. En niet alleen de Poolse gemeenschap, maar Anne heeft een grote netwerk. Ja. Dus dat zijn dan de sleutelfiguren. Maar daar zijn jullie al mee in het werk. En op deze manier bereik je wel een hele grote doelgroep. Ja, en ik zie ook nog een IDM extra ondersteunt die GGD klopt. Ook. Hè, met vertalers, Pools, Bulgaars, Lets. En wat zijn jullie ook
Want die priklocaties, wie bepaalt dan waar er zo'n mobiele priklocatie komt in de wijk? Is dat iedereen die denkt van, als iemand nou hier zit en die denkt van, hey, ik heb een idee over een priklocatie, kan die zich dan bij jou melden, Fieke? Ja, we hebben de hulp ingeroepen van de stadsdeeldirecteuren, ja, hè, en van andere gemeenten, mm-hmm, maar ook sleutelfiguren. Dus we hebben echt wel veel input gekregen voor mogelijke locaties. En dan gaan we wel kijken of het veilig is om daar te kunnen vaccineren, of er voldoende ruimte is. Dus het is niet zomaar dat elke locatie die aangedragen wordt geschikt is. Wat gaan jullie ook? Ik kan me voorstellen dat je, ik noem maar iets, hè, als je gaat kijken naar de Moerlanders, dat je dan misschien naar het Westland gaat om daar op plekken te prikken waar ze nu heel veel aan het werk zijn. Ja, dus daarnaast, hè, naast deze buurtgerichte acties, doen we ook doelgroepgerichte acties. Onder andere dus ook nu het vaccineren van arbeidsmigranten. Ja. En dat doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Westland. Die hebben hele warme contacten met de uitzendbureaus die mensen te werk stellen in het Westland. En dus we hebben de komende weekenden specifiek voor deze groep, de EU-arbeidsmigranten, vaccinatieacties. Okay. Maar hoe zien die er dan uit? De uitzenders die zorgen voor het vervoer. Het wordt door de gemeente of ambtenaren van de gemeente Westland worden die afspraken ingepland. Ook als mensen in Den Haag wonen en in het Westland werken, okay. Ja, en dan worden ze in het weekend op zaterdag en zondag op een aangegeven tijdslot komen ze bij ons op locatie. Ja, okay. En dat is de locatie in Rijswijk. Ja. Ja. En dan zorgen we voor tolken ook, zodat we de taal kunnen spreken. Met ik zie iemand al knikken die met ons meekijkt. Ja, daar ben ik bij. Dat zie ik bij Anita. Ja, mooi. Ja, en mooie reacties volgens mij, hè, van mensen die zich dan laten prikken. Die echt heel blij zijn. Soms emotioneel hoorde ik. Ja. Omdat ze die prik nu toch krijgen. Dus ze zijn niet vergeten. Dat ze niet vergeten zijn, denk ik. Ja. Want eigenlijk hadden ze anders voor deze prik naar het land van herkomst moeten gaan, of niet? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Hoe werkt dat dan? Ja, dat kan. Hè. Dat ze gevaccineerd kunnen worden in het land van herkomst. Zijn allemaal Europese landen. Ja, okay. Maar je bent niet verplicht om... Je kan ook als je hier als Pool werkt, zeg maar, dan kan je ook een vaccinatie krijgen in Nederland. Ja. Maar alleen de oproep gaat dan niet via de GGD waarschijnlijk. Of via het RIVM. Want ze zijn moeilijk te bereiken. Ja, vandaar dat we de hulp van de uitzendbureaus nodig hebben. Ja. En de hulp van de gemeente, in dit geval de gemeente Westland. Omdat die de contact hebben met de uitzendbureaus. Ja. Okay. Ja. Ook als mensen een coronaprik hebben, hebben ze nog heel veel vragen. Hè? Hoe gaan jullie daar nou mee om? Nou, er is een landelijk callcenter ingericht voor allerlei vragen. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook een regionaal callcenter. Ja, en waar vinden we dat? Dat zijn echt dan mensen die je één op één waar je die vragen aan kunt stellen. Ja, dus als ik weet even de nummers niet meer uit mijn hoofd. Oh. Maar had ik eventjes moeten opzoeken natuurlijk. Kan je misschien zo meteen nog eventjes op je... kan misschien nog even iemand doen, terwijl wij hier zo zitten. Ja, en het antwoord is denk ik heel eenvoudig, want die gegevens staan op jullie website, maar ook bij Den Haag tegen corona. Daar staan ze ook gewoon op. Ja. Okay, dus daar staan de telefoons op. En op de website van de Rijksoverheid. Ja, okay. En dan kan ik dus vragen stellen van... Want ik heb nu corona gehad en ik heb een prik. En ben ik nou nog besmettelijk voor andere mensen? Of ben ik bevattelijk voor het virus en ben ik dan nog besmettelijk? Ja. Zoiets, ja. Je bent beschermd, maar je bent niet 100% beschermd. Dus het betekent dat je nog voor een kleine percentage bevattelijk bent. Ja. Alleen de verschijnselen zijn ook minder. Dus het risico voor ziekenhuisopname is daarmee enorm teruggebracht. Ja. En daar is het natuurlijk vooral ook om te doen. Ja. Maar kun je het nog wel doorgeven? Ben je zelf dan nog wel besmettelijk voor anderen? Ik heb begrepen dat daar nog niet een eenduidig antwoord op te geven is. Ja. Het vermoeden is wel dat je minder besmettelijk bent voor anderen. Ja. Maar of je helemaal niet meer besmettelijk bent, daar is volgens mij de wetenschap ook nog niet helemaal over uit. Ja. Dat is wel een heel interessant stuk om te weten. Ja, dat snap ik. Maar dat is dus nog in... Er staat inmiddels volgens mij een tweede poll klaar. Dus als jullie het al leuk vinden terwijl wij aan het doorpraten zijn om die alvast in te vullen, heel graag. Ik weet van jou, Ben, dat je
jij roet in het eten hebt gegooid bij een familiefeestje. Nou ja, familiefeestje. In Marokkaanse gemeenschappen zijn dat geen feestjes. Maar er komen er zo'n 1000 mensen op af. Hè? Dat is een behoorlijke bruiloft wat er plaats gaat vinden, inderdaad. En, maar in dit geval, in deze situatie, heeft het geen prioriteit om daar... om te zeggen, nou, alles op alles en we gaan er toch bij. Ik vind dit niet, toch niet echt verantwoord om te doen. Omdat zeker niet iedereen gevaccineerd is. En zeker in Marokko, als dat plaatsvindt. De medische wereld is daar natuurlijk niet zo ver. En als je zoveel mensen samenbrengt, nou, al zijn het er maar 100. Maar dat kun je zomaar vermenigvuldigen met 10 of meer. Ja. Dus je bereikt daarmee al gauw duizenden mensen. Ja. Ja, ik wil dat niet door mij geweten hebben dat daardoor mensen ziek worden of wat dan ook. En ik vind het nu gewoon niet echt passend. Maar word je dat dan in dank afgenomen? Als dat, daar sta ik niet bij stil. Maar volgens mij sta ik er redelijk onbekend dat ik wel eens net iets anders reageer dan het gangbare... Ja, dus van jou pikken ze dat. Ja. hebben we Ben weer. Die komt weer niet op dit feest. Die vindt dan weer dat hij... Er is een mening. En je hebt een eigen mening. En dat is goed om die ook te laten gelden, ongeacht van maar dat is ook je... vind je ook dat je dat als rolmodel moet doen? Nee, ik vind dat goed om te doen als je gewoon een eigen, als je een eigen wezentje bent. Dat is een eigenschap die je blijven nadenken zelf. Ja. Maar dat is zo, Maar waar kunnen, dat is een van de vragen, waar kunnen inwoners de volgende week een prik halen in de wijk? Hoe kunnen ze zien waar die mobiele priklocaties zijn? Ik heb begrepen dat er een nieuwsbrief verstuurd is, hè, vanuit de gemeente Den Haag. Dus wij hebben voor de komende 3 weken liggen de locaties vast. Okay. En volgens mij zijn die gedeeld via de nieuwsbrief. Wat wij eigenlijk doen is op dit moment ook vanuit Den Haag tegen corona sturen we wekelijks, juist omdat er nu in de stad gevaccineerd wordt en die locaties die moesten echt nog gezocht worden en ingeregeld worden, sturen we nu iedere maandagochtend een mail naar de vertegenwoordigers in de stad. Waarin die locaties genoemd worden. Met de bedoeling dat dat ook gedeeld wordt. En dat onder de aandacht gebracht wordt in de stad. Dat is niet het enige wat er gebeurt natuurlijk. Want jullie hebben ook contact ter plaatse met mensen. Om het onder de aandacht te brengen. Maar dat is en-en. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen waar Ben het over had. En die dus zo moeilijk te bereiken zijn. Dat die nou niet op de nieuwsbrief van de gemeente zitten te wachten. En dan denken van... Jippie! Zij krijgen die nieuwsbrief ook niet. Nee, okay. Dus, maar dit is echt informatie voor vertegenwoordigers in de stad. Hè. Die hebben ook ons gevraagd van, help ons om het goed onder de aandacht te brengen. En dit is dan de informatie die zij hebben, waarmee zij naar hun eigen achterban kunnen gaan. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat dat niet het enige is. Dat er ook nog een route is waarbij duidelijk wordt dat als je in wijkbureau A bent of wijkbureau B, dat daar ook duidelijk is dat daar een priklocatie ingericht wordt. Ja. Dus het is en-en. Ja, want als mensen daar zetten wij ook veel op in. Hè? We gaan in gesprek ook met de beheerders van de locaties en vragen ook of zij hun achterban kunnen bereiken. We laten het de huisartsen weten, zodat het inderdaad in die wijk bekend wordt. We maken daar communicatiematerialen voor. Wat zijn communicatiematerialen? Ja, folders bijvoorbeeld. Ja, maar die worden niet zo goed gelezen, begreep ik van jou, Ben. Of, Nee, maar het is natuurlijk wel goed dat die folders... Ik lees hem wel en ik vertel het wel weer en die door. En zo krijg je dus wel dat die informatie wordt gedeeld. Maar dat is niet vaak via wel het netwerk. Nee, oké. Okay. En het vadercentrum heb je dat... Heel mooi is dat als 10 mensen daar geïnformeerd worden, automatisch 100 andere mensen ook worden geïnformeerd. Ja, omdat die dat doorvertellen. Dus volgende week maandag staan we inderdaad in het vadercentrum. Ja. En in de Schilderswijk, in de Mussen. Is dat en dat is dan 1 keer of is dat de hele week? Dus dat wordt dan de 2e keer en dan de week daarna ook. En afhankelijk van hoe dat gaat, zullen we dat continueren. Dus het is ook... Hebben we een goede locatie te pakken? Ja. Het is ook echt wel continu blijven evalueren wat werkt niet. Ook qua communicatie. Hè? Ja, nou mooi. Dat is ook belangrijk. Ja. Ik wil met jou, Astrid, even kijken naar de peiling. Want jullie hebben een stadspanel gehouden over de vaccinatiebereidheid. Kan je daar eens iets over vertellen? Want kan je misschien iets laten zien? Dat weet ik niet of je daar iets van hebt. Ja, ik denk dat er iets... Staat er iets klaar? Op de achtergrond getoond wordt zo. Wat we gedaan hebben, eigenlijk vorige keer hadden we dat ook. We hebben een peiling gedaan in de stad. En bij het stadspanel
gevraagd van, goh, hoe zitten jullie erin? Laat je je vaccineren, noem maar op. Ja. Toen deden er bijna 1100 mensen mee. Deze keer is de groep wat kleiner, 700 man. En dat heeft te maken met het feit dat we gevraagd hebben om juist een iets jongere doelgroep aan te spreken. Omdat we bij de iets jongere doelgroep aangeland waren. Ik schat in dat de jongsten die nu meedoen, die zijn hier niet in opgenomen. Nee. Dus het geeft met name, waar zitten we nu met de vaccinaties, Fieke? Weet jij dat? Welke groep is nu, cohort is er nu aan de beurt? Iedereen kan zich laten vaccineren op dit moment. Oh. Dus ook alle 12 tot en met 17-jarigen. Iedereen heeft nu formeel een uitnodiging gehad van het RIVM of een oproep gekregen. Ja. Dus we zijn door de cohorten heen. Door de cohorten zijn we heen. Ja, en vanaf vrijdag is het inderdaad. Afgelopen vrijdag was volgens mij de eerste. Waren de 17-jarigen werden opgeroepen. Ja. Dus dat is ook nog recent, van 17 tot 12 jaar. Ja. Maar goed, die zijn niet in dit onderzoek meegenomen. Die maken geen deel uit van het stadspanel. Daar kunnen we ze nog niet voor motiveren. Daar hebben we overigens andere middelen voor. Daar komen we straks op terug. Maar wat je ziet is, 60% heeft de prik gehad. 30% wil zich laten vaccineren, zie je overigens niet op deze sheet. En slechts 4% twijfelt nog, of wil eigenlijk helemaal niet vaccineren. 6% twijfelde nog. Dat zijn op zich wel mooie cijfers. Ja. Dat moet natuurlijk nog, we moeten het nog terug gaan zien echt in de vaccinatiecijfers. Maar als je het zo beluistert, is het denk ik wel heel positief. Ja. En we hebben gelijktijdig gevraagd van, als je dan gevaccineerd bent, de kans dat je er al 2 hebt gehad, net zoals ik en jullie. Wat ga je dan doen met die maatregelen? Nou, deze vraag stelden we net op het moment dat de regels wat minder streng werden. Dus ik weet niet of dit nog de juiste, of mensen nu nog steeds hetzelfde antwoord zouden geven. Ook niet, omdat je nu ziet dat het gewoon toch weer gaat stijgen. Hè? Gisteren waren er toch ruim 3000 nieuwe infecties bekend. Dus ik denk dat dat heel erg wisselt en afhankelijk is van het moment waarop je dat vraagt. Dit onderzoekje is van, dat is 2 weken geleden afgerond. Ja. Net toen die maatregelen ook gestopt waren. Ja, en daarin gaf aan dat 60% van de mensen die gevaccineerd waren zich zelfs nog aan de maatregelen wilden houden. En bij de groep die nog een afspraak wilde maken, lag dat percentage wel wat lager. Okay. Ik meen 75% bij de mensen die gevaccineerd waren en 60% bij de mensen die nog gevaccineerd moesten worden. Ja. Waar dat verschil in zit, weet ik niet. Nee. Is dat, Fieke, denk je dat is met het Rijksvaccinatiebeleid ook zo, dat er een granieten bestand is, wat gewoon altijd zegt, wat er ook gebeurt, maar daar komt geen prik in mijn het toch? Ik denk, dan moeten wij ons gewoon als maatschappij bij gaan neerleggen dat er is gewoon. Ja, die is er. Ja, oké. Okay, ja, discussies, gewoon keihard van wat dan ook. Maar dat is ook een groep wat je, zo'n groep moet je niet overtuigen. Nee. En zo'n groep komt vanzelf uiteindelijk, die hebben dan net een andere overtuiging bezig, het wil wat langer. Ja. Dus natuurlijk ook, het ligt er een beetje ook aan hoe je er zelf in het leven staat. Ja, nou ja, goed, omdat bij die Rijksvaccinatieprogramma's ook al de laatste tijd ook best wel mensen die, waarvan je vroeger zou denken, die laten hun kinderen wel inenten, nu toch ook wel weer vragen gingen stellen. Hè, van is dat nou allemaal wel nodig? Dat klopt, dus dus daar is nog wel wat werk aan de winkel. Maar daar komen we straks nog even op terug, hè, geloof ik, over die samenwerking. Ja. Wil je nog iets verder vertellen over de peiling? Nee, of over wat er is gebeurd? Ja, ik denk dat het mooie inzichten geeft in hoe het leeft in de stad. Dit leggen we naast wat de RIVM bijvoorbeeld aan onderzoek doet. Mm-hmm. Die doet ook peilingen onder een veel grotere groep. Ja. Ik denk dat, als ik er zo naar kijk, dat het niet zo heel erg uiteenloopt. En ons onderzoekje is natuurlijk veel kleinschaliger dan wat de RIVM doet. Ja. Maar goed, nee, verder over dit onderzoek denk ik genoeg. Ja. Ik zie wel iets opmerkingen in de poll, maar die zijn zo klein voor mij dat ik heel erg goed met mijn ogen moet gaan kijken. Van, kunnen we de nieuwsbrief ontvangen, vroeg Anna, geloof ik, op een of andere manier. Nou goed, dat komt vast nog wel beter. En als er een belangrijke vraag is, krijg ik die vast op het grote scherm terug. Jullie hebben een poll ingevuld over de samenwerking. Want daar hadden we het net al heel even over, hè? Over de toekomstige samenwerking. Willen jullie eens, ik ben heel benieuwd wat daar ingevuld is. En als je hem nog niet ingevuld hebt, zou je dat nu dan willen doen? Binnen 1, 2, 3 seconden, ja. Want dan kunnen we de round-up maken. De eerste vraag was, als vertegenwoordiger heb ik een belangrijke rol in de stad? Ja, nee, weet ik niet. Kijk,
heel veel mensen zeggen ja, maar er zijn ook nog wel best wel mensen die zeggen, nou, ik weet eigenlijk nog niet zo zeker of ik zo belangrijk ben in die stad. Zegt dat iets over hun bescheidenheid? Of, misschien wel. Ja. Maar het is jammer dat ik nu niet in gesprek kan met jullie. Maar ik ben wel benieuwd waarom jullie daaraan twijfelen eigenlijk. Wat denk jij, waar ligt het aan dat mensen niet het idee hebben dat ze weten hoe belangrijk ze zijn in de stad? Of... Nou, dat is natuurlijk als je gecomplimenteerd wordt. Als je gecomplimenteerd wordt en betrokken wordt, dan, dan doe je mee. Ja. Dan weet je dat. Ja. Dus waarschijnlijk is de afstand tot een sociaal netwerk gewoon te groot. Ja, oké. Maar jij bent zo iemand die gewoon ervoor gaat staan en die gewoon daar geen twijfel over heeft, waarschijnlijk over deze vraag. Nee. Van of je belangrijk bent. Hè? Jij zegt gewoon van ik ga ervoor staan en... Je maakt jezelf niet belangrijk, maar ieder individu is belangrijk. Dus we hebben echt, als mensen hebben een uniek en we hebben elkaar allemaal nodig, ongeacht waar je zit in de samenleving, we hebben elkaar nodig. Dus iedereen is echt wel belangrijk. Ja. Ik ben op mijn manier zeker belangrijk, maar dat is ieder ander ook. Ja. We zijn allemaal belangrijk. Ik ben tevreden over hoe we samengewerkt hebben. En dat zal dan wel slaan op de manier waarop wij met elkaar die coronavaccinatie en dat beleid daaromheen vormgegeven hebben. Ja, maar ook denk ik samen dat was met gemeente vraag. Den Haag. Ja. Dus ik ga even kijken wat jullie daar... 71% zegt ja, maar er zijn toch nog wel wat mensen die zeggen van nee. Ah, dat is nou toch jammer. Kan jij je daar iets bij voorstellen, bij dit antwoord, Astrid? Ja, ik denk dat ik daar niet zo heel veel over mag zeggen, want het is een gevoel hè, wat je zelf hebt. Dus ik denk dat we wel geprobeerd hebben om elkaar steeds goed te betrekken en te informeren. Maar het kan per individu, denk ik, natuurlijk verschillen. Ja. Kan iemand in de chat aangeven waarom die nee heeft geantwoord? Dan kunnen we daar misschien zo op terugkomen. Ja. En na de coronaperiode wil ik met de gemeente blijven samenwerken in andere onderwerpen. Is er ja, wordt er gezegd. En nee is nog niet ingevuld. Maar weet ik nog niet, daar twijfelen mensen nog over. Maar die bereidheid, daar ben je waarschijnlijk heel blij mee, Astrid. Ja, ik geloof dat ik het in de vorige bijeenkomst ook genoemd heb. Hoe ontzettend verrast ik was over hoe dit heeft gewerkt. Ik heb een heleboel mensen leren kennen in de afgelopen periode. Wij hebben voor die tijd eigenlijk niet zo heel veel met elkaar te maken gehad. Maar ik ben iedere keer verrast hoe iedereen zich inzet. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen, dat hoor ik ook wel terug, dat juist vanuit de vertegenwoordigers ook aangegeven wordt dat zij het fijn vinden om met ons op te trekken. Ja. En dat is denk ik waar we voor de toekomst naar moeten kijken. Corona is nu nog onder ons, maar straks gaat dat natuurlijk minder worden en is het in deze vorm misschien niet meer nodig. Maar we kunnen elkaar wel blijven helpen. Ik denk dat we heel veel krachtige mensen in de stad hebben die met wie we samen op kunnen trekken. Ja, maar wat voor onderwerpen dan doen. Bijvoorbeeld? Nou, er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen. Eentje is corona nu. Het Rijksvaccinatieprogramma. Daar zijn we eigenlijk al mee bezig. En een aantal vertegenwoordigers in de stad zijn al betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma. Mm. Maar er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen. Je kunt ook denken aan eenzaamheid, participatie, Is dat zo, Ben? Want zouden mensen, zouden gemeenschappen en vertegenwoordigers van gemeenschappen echt beter betrokken kunnen zijn? Zeker. Nou, ik ben natuurlijk vanuit de participatiekeuken echt bezig om... want we zijn steeds eenzaamheid tegengaan, armoede tegengaan, integratie. Ja. Maar we moeten de aanwas tot het armoede en de aanwas tot eenzaamheid tegengaan. Om gelukkig te leven zit hem in hele kleine dingen. Dus ik denk dat als je die samenwerking hebt, het onderwerp gewoon gelukkig zijn. Dat onderwerp, daar kun je van de 100% van de Hagenaars al 99% aan tafel krijgen. Want iedereen wil gelukkig zijn. Ja. Onderwijs is natuurlijk een heel belangrijk stuk. Gelijk kansen. Ja. Dus er zijn heel veel kansen. Maar belangrijk is dat we dus niet iets verzachten, maar dat we het echt bij de wortel aanpakken en aanwas tot. Dat we ervoor zorgen dat er geen armoede meer is en dat er ook geen eenzaamheid meer is. Want het is niet nodig. We hebben genoeg geld. We hebben buiten geld om, we hebben genoeg kennis om te delen. En als we leren delen, en dat is iets wat we natuurlijk wel in samenwerking kunnen doen. Ja.
Dat snap ik. Maar wat ik ook wel zie en wat er vaak gebeurt, is dat dezelfde mensen heel vaak gevraagd worden om, en dat is misschien ook wel met weet ik niet, om weer een appel gedaan en weer een online bijeenkomst, weer naar je achterban, terwijl heel veel mensen het ook op vrijwillige basis doen. Hè? Ja. Dus die worden soms ook wel eens overvraagd. Maar ik denk dat ook is, dat zou ook mijn appel zijn, dat we met elkaar kijken van wat heeft hier goed gewerkt, ja, in de samenwerking rondom corona. Ja. En wat kunnen we hierna daarvan doorzetten? Ik weet dat er al heel veel gesproken wordt in de stad over participatie, over eenzaamheid. Mm-hmm. Maar het kan op sommige terreinen nog onvoldoende zijn. Ja. Maar waarom werkte het hier wel? Ja. Hoe kunnen we na de zomer, als we wat meer ruimte krijgen, als de corona minder... Die ruimte moeten we gewoon creëren, ja, en nemen. Ja, maar hoe gaan we dat samen doen? Ja. Dat is denk ik een goede om... Ja. Dat hoeven we niet uit Den Haag, dat moeten we zelfs niet vanuit Den Haag verzinnen. Dat moeten we met z'n allen verzinnen. Ja. Dat is denk ik de boodschap. Ja. Je noemde net Astrid van steeds dezelfde mensen. Mm. Ik denk dat is zeker een hele goede, maar heel leuk is om... Iedere keer degene die er is, om te vragen van, zou je dan iemand mee willen nemen die nog niet eerder in beeld is geweest? Ja. En als we dat elke keer doen, dan krijg je vanzelf al zwaan kleef aan. Ja, dat is wel heel leuk. Dus je nodigt de één, maar dan altijd plus één die nog niet in beeld is. Nee. Ik doe dat namelijk vanuit de participatiekeuken van iemand die er wel vaker komt. Van, het is leuk als hij dan volgende week komt, maar iemand meeneemt, die hoeft niet te betalen. Ja. Maar iemand meeneemt die nog niet eerder geweest is. Nou, als je dat op die manier doet, krijg je ook een groter bereik. Ja, heel goed. Ja. Aan tafel is aangeschoven Femke van de Hoek. Jij bent ook communicatiemedewerker. Ja, ook collega van Astrid. Jij hebt net achter de chat gezeten. Ja. Hè? En jij hebt opgeschreven, er zijn geen vragen, wel bereidheid om mee te werken. Ja. Ja, want wat kreeg jij mee vanuit de chat? Dat er inderdaad heel veel... Ja. Dat ze inderdaad bereid zijn om inderdaad hier aan mee te werken. Er werd ook wel aangegeven dat het soms wat langer duurde. Nou, dat ervaren wij zelf ook wel. Soms als je goede dingen wil doen, dan kan dat soms iets langer duren. Maar er is wel heel veel bereidheid vanuit de stad om hier aan mee te werken. En dat merken wij ook wel als wij inderdaad verschillende vertegenwoordigers in de stad bellen. Ja. Dan hoor je het verhaal erachter. En ik denk dat het succes hiervan denk ik ook wel is dat we die warme contacten hebben met die mensen in de stad. Mm-hmm. En de verhalen horen. En dat mensen dan inderdaad bereid zijn om dingen te doen. Nou ja, het is wat jij zelf ook aangeeft, Ben. Ja, ja. Dat hebben jullie geleerd, zeg maar. Ja. Wat hebben jullie geleerd als GGD van deze vormen van samenwerking? Nou, dat er heel veel verschillende invalshoeken zijn. En dat er niet één aanpak is. Hè. Dus het is echt wel aansluiten bij dat wat er is en waar de behoefte aan is of waar de vragen zijn om die drempel tot vaccineren zo laag mogelijk te maken. Ja, dus bij elke campagne of elke actie die je uitzet, niet één naar één ding kijken, maar het op een diverse manier uitzetten. En voor die massavaccinatie is dat natuurlijk logisch. Dan probeer je de grote groep te bereiken. Ja. Maar daarna is het goed. En daar zitten we nu in, hè, om te kijken hoe kunnen we veel meer toewerken naar een opmaat aanpak. Naar een opmaat aanpak. Ja, opmaat aanpak. Op maat aanpak. Op maat aanpak. Op maat aanpak. Ja, dat is weer een Nederlands dingetje. Ja, nou, heel goed. Ja, want ik weet nog wel uit een van de eerste bijeenkomsten, dat kwam heel erg naar voren. Dat was ook hier toen zo'n tafelgesprek. En dan zei ze, we moeten om jongeren te bereiken. Want toen was het nog heel erg de vrees, jongeren gaan zich niet laten vaccineren. Ja. We moeten rolmodellen vanuit jongeren in gaan zetten. Hè? Want dan en in de wijk. Dus de jongeren in de wijk is toen heel erg gezegd. Hebben jullie dat gedaan? We hebben onderzoek gedaan naar wat jongeren wilden. Ja. En jongvolwassenen overigens. Ja. En dat heeft opgeleverd dat we echt het gesprek aan moeten gaan. We moeten ze serieus nemen. Ja. Het lijkt een open deur, maar dat is wel wat uit dat onderzoekje kwam. Ja. Ga met ons het gesprek aan. Luister naar ons, eigenlijk wat je landelijk gezien ook heel vaak hoort. Mm-hmm. Volgende week gaan we straatinterviewtjes doen. Ja. En gaan we ook opnames maken. Korte filmpjes maken. Okay. We zetten een selfie-wand neer in de stad, zodat jongeren ook kunnen delen dat ze hier achter staan. En we hopen dan dat een soort, jij noemde net zwaan kleef aan, misschien helpt dit ook wel. Ja. En we gaan ook nog met een omroep in Den Haag om tafel voor gesprekken. Ja, want het heeft ook wel geholpen. Terwijl ik van de week kwam ik langs zo'n testlocatie en ik zag me daar een enorme rij staan. Dat had ik van tevoren nog niet gezien. Maar allemaal jongeren, die willen natuurlijk allemaal uit het weekend.
Dus dat heeft en de vakantie. En de vakantie, inderdaad. Dus dat heeft eigenlijk wel geholpen om de jongeren ook die kant op te krijgen, geloof ik. Ik zou zo voorstellen, omdat inderdaad heel veel jongeren die discussie kan behoorlijk hard zijn. En willen gewoon niet. Ik zou zeggen, organiseer gewoon grote festivals waar ze gewoon 2 weken lang blijven. En zorg dat vooral heel veel mensen met corona daar naartoe gaan. Zij hebben er niet zoveel last van. Nee, als dat inderdaad het geval is, is dat misschien wel een hele goede manier. Ik weet niet of er al eerder over nagedacht is. Maar ik zag gewoon festivals van 100.000 man stoppen van allemaal corona en dan 2 weken daarna vrij. Het is een bijzondere aanpak, Ben. Ik denk dat de GGD hier heel goed over gaat nadenken, niet? Festivals organiseren, komt het corona-festival. Maar je ziet nu weer, en dan kijk ik even naar jou, Fieke, dat die cijfers weer enorm oplopen. Maak jij je daar zorgen over? Ja, er zijn zeker zorgen over. Het is natuurlijk niet voor niks dat het OMT daar nu een spoedberaad over heeft. Ja, want wat zou dan... zitten we eraan? Zouden we gewoon met... eraan moeten gaan wennen dat we af en toe weer in zo'n lockdown moeten en dan weer eruit gaan? Als dat ja, ik weet het niet. Ik vind het ook lastig om daar iets over te zeggen, want het is echt aan het OMT en de minister om de maatregelen te Dat is glad ijs, als ik dat aan jou ga vragen. Dat zal ik dan niet doen. Zijn dat dan jongeren die nu veel besmettingen oplopen? Ja, je ziet wel dat de besmetting vooral de jongere doelgroep dus is. Dus dat festivals, die corona... Die discotheken, die avond. Geen goed plan. Ja. Het is maar net hoe je het bekijkt, Ben. Nou goed, we gaan de mensen verder niet vermoeien hiermee. Zijn er nog dingen die niet gezegd zijn en die nog wel gezegd moeten worden? Ik kijk even naar jullie vanuit de gemeente. Zeg het. Ja, ik heb nog wel, want jij noemde gisteren... we hadden gisteren ook even een gesprekje. En toen begreep ik dat alle plekken, dat jullie gewoon vol zitten bij het vaccineren. Dus dat is eigenlijk ook wel goed nieuws wat ik nog wilde noemen. Ja, hoeveel prikken doen jullie ook weer per week? Op dit moment doen we zo'n 90.000 prikken per week. En we hebben tot op heden zo'n 850.000 prikken in de regio Haaglanden gezet. We zien wel dat het wat rustiger wordt de komende weken. Maar deze week zitten we nog goed vol, zeg maar. Ja. Nou, mooi. En is dat dan ook een appel bijvoorbeeld aan ons van... breng het nog meer onder de aandacht, want jullie hebben de capaciteit. Absoluut. Ik zou zeggen, het wordt nu rustiger... dus het wordt ook makkelijker om een afspraak te maken. Ja. Dat scheelt ook, want zeker met het oproepen van die verschillende leeftijdsgroepen... merkte je dat iedereen tegelijk ging bellen, ook met vrijwillig Jansen. Ik was erbij en minister Jonge die kwam ook op bezoek. Er waren gewoon jongeren die hadden 300 keer gebeld om een afspraak te krijgen. Oh, ik herken het. Echt ongelooflijk. Ja. En het is nu rustiger, dus ik denk dat het is ook makkelijker om een afspraak te krijgen en je kunt sneller terecht. Ja. Oké. Okay. Want we gaan nu de zomer in. Hoe zien we dat voor ons? Wat gaan jullie doen? Kijk even naar de gemeente. Daarna kijk ik nog naar jullie afrondend. Nou ja, we gaan natuurlijk nu met die jongeren aan de slag. Net wat Astrid net al vertelde. Dan krijgen we natuurlijk ook de groep die 17 tot 12 die natuurlijk een prik gaat halen. En we hopen, tenminste dat hoop ik natuurlijk wel, dat die aantal besmettingen afnemen. En dat dit maar een tijdelijke opleving is. En dat we straks hopelijk een keer klaar zijn hiermee. Ja. Ik zie een paar wenkbrauwen omhoog gaan bij Fieke van de GGD. We gaan nu de zomer in. Hoe zie jij dat voor je? Nou, de aandacht voor de komende periode, dus echt wel een verschuiving van het massavaccineren naar het veel meer doelgroepgericht vaccineren. Dus ik zou heel graag hier de uitnodiging aan alle luisteraars en vertegenwoordigers in de stad willen geven. Dat als jullie grotere groepen kunnen mobiliseren vanuit jullie achterban, neem alsjeblieft contact met ons op en dan gaan we kijken. Wat hebben jullie van ons nodig? En hoe kunnen we jullie ondersteunen om zo makkelijk mogelijk een vaccinatie te organiseren? Ja, dus dan kan het ook zijn dat daar bijvoorbeeld zo'n priklocatie uitkomt of vervoer uitkomt. Of gewoon een maatwerken oplossing. Echt maatwerken. En hoe gaan ze jou bereiken?
Dat kan via de projectleider in mijn team. Ja. Dat is Aukje Elzenga. Ja, maar zullen we dat dan via corona@denhaag.nl doen? Ik voorstellen. Ja, want anders dan die arme Aukje. Maar nee hoor. Dat wil ze heel graag. Ja. Wij willen graag de dialoog aangaan. Ja, dus als mensen ideeën hebben, doe het. Hè. Dat is kom met de ideeën, wij willen dat doen. Ben, heb jij een idee? Ja, ik vind dit wel heel interessant. We gaan gewoon de komende zomer elke week grote barbecue organiseren waar we gewoon 500 mensen uitnodigen en GGD erbij. Lijkt mij ook. Dus, iedereen vindt dat lekker. Je prikt een stokje en je prikt een armpje. Precies, we gaan op het Zuiderpark. Hebben jullie meteen een mooie slogan? Prik een armpje en loop door. Voor een stokje. Pak een stokje. We zijn klaar. Volgens mij hebben we nu de hele stad te pakken. Dankjewel, Ben. Ja. Dus dat is heel goed van de participatiekeuken. Hebben jullie nog iets? Hoe gaan jullie de zomer in? Ik hoop wel dat we lekker even op vakantie kunnen, zeg maar. Ja. En ik hoop echt wel dat het aantal besmettingen daalt en dat we straks inderdaad, dat veel mensen gevaccineerd zijn, dat we weer gaan en kunnen gaan en staan waar we willen. Ja. En dat we dit gewoon kunnen voortzetten wat we nu aan het doen zijn. Ja. Want ik vind dit wel heel waardevol, de manier waarop we met elkaar samenwerken. Ja. En je ziet dat effecten heeft. Dus met GGD, met de vertegenwoordigers in de stad. Ja, want we zijn Jolande van Dijk. We zijn er helemaal niet meer op teruggekomen. Jolande, ben je nog bij ons? Ja, hallo Jolande. Hoe ga jij? Want jij hebt nu allebei... Jij mag de round-up doen. Wat heb jij nog... Ja, leuk hè? Wat heb jij... Nee, geweldig. Ja, wat heb jij nou nog gemist hier aan tafel? Waar hadden we het nog over moeten hebben? Bijvoorbeeld als het om jeugd gaat. Of... Nou, er is heel veel langs gekomen. En vooral die meneer van de keuken, zou ik maar zeggen. Die heeft een hele leuke idee. Nee, ik denk dat we echt dit moeten vasthouden. Dat je elkaar, de partners in de stad die elkaar nu kennen en weten te vinden. Ja. Dat is zo mooi. En ik zou dat heel graag ook voor het Rijksvaccinatieprogramma, zeg maar, ook daar de vaccinatiegraad willen we natuurlijk opprikken. Ja. Om dat te benutten. Dus dat is eigenlijk wat ik voor de jeugd wens. Ja, nou... Ja. Mag ik daar nog wat op aan? Tuurlijk, mag jij. Dat is denk ik ook nog een oproep. Kijk, er zijn verschillende thema's waar we samen kunnen werken. Eentje daarvan is wat Jolande zegt, ook het Rijksvaccinatieprogramma. Laat het weten als je graag met ons optrekt hierom. En dat kan ook allemaal via, laat het maar makkelijk maken, corona@denhaag.nl. Want dan zorgen wij wel dat het bij de juiste persoon komt. En dan nog even, Jolande, kan jij nog in een paar zinnen uitleggen waarom het zo nodig is dat we ook met het Rijksvaccinatieprogramma meedoen? Nou, dat je daar ook daar, net als met de COVID-vaccinaties, heb je een grote groep twijfelaars. Hè? En die twijfelaars die wil je heel graag meenemen in een besluitvorming. En dat ze dat op die manier kunnen. Ja, en dat gaat om epidemieën die nu onder controle zijn, maar die anders weer opduiken. Omdat we, en dan krijgen we met z'n allen weer de mazelen, de pokken, de bof en de noem het op. De kinkhoest, allemaal dingen die we niet willen hebben, lieve mensen. Dus... Meld je aan. Ja, oké, goed. Dank je wel. Heel duidelijk. Dank je wel, Jolande. Dank jullie wel hier aan tafel. Maar vooral jullie thuis. Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie er waren of dat jullie dit nog na hebben gekeken. Want jullie zijn allerbelangrijkste, zoals jullie gehoord hebben. Tafelgasten waren belangrijk, maar jullie zijn het belangrijkste. Want zonder jullie geen massaal vaccinatieprogramma. Dus ik wens ons allemaal een hele mooie zomer. Als jullie nog iets hebben, corona@denhaag.nl. En misschien tot ziens. Ja, dankjewel.